Nou, ik ben Helene Brinks. Ik werk sinds 2017 voor Dagelijks Leven. Ik heb een poosje, ben ik eruit geweest vanwege twee kinderen. Maar dan kruipt dat, het zit in mijn bloed, zorg. En dan met name ook psychogeriatrie. Ik heb ook die opleiding gedaan, GVP, ben ik binnen Dagelijks Leven. Dus ja, het is mijn passie. Ik hou van mensen, ik hou van mensen met complex gedrag. Dat elke dag hier een feestje gebeurt. Dat het gezellig is, maar dat we vooral ook genieten samen. Kijk, de ADL, het opstaan, de medicatie, dat is een dingetje. Maar dat is een kunstje, dat kan iedereen. Ja. Maar dan de dag doorkomen, oh joh, dat is zo mooi. En je hebt hier zoveel ruimte en vrijheid. Ik ben niet gebonden als in een grote instelling met van die moet naar de kaartclub. Om die tijd moet gesjoeld worden. Hier doet men zoals thuis. Heb je geen zin? Doe je niks. Toen ik hier binnenkwam, toen dacht ik, oh, dat voelt hier prima. Als een warme deken. Ik heb gewerkt in grote instellingen. En ja, ik heb eindelijk eens iets gevonden waar ik mijn passie in kan uitdragen. Ik ben 55, moet ik, ja, 56. En ik heb al heel veel gedaan in de zorg. Ik heb in de extramuraal gewerkt, grote instellingen, PG-teams. Mijn Dagelijks Leven is wel een huis met, ja, ik vind het qua werkgeving echt riant. Echt riant, meen ik. En met riant bedoel ik, je hebt zoveel vrijheid op een dag. Nou, dat ken ik helemaal niet. Ik werk hier nou 3-4 jaar, maar het is gewoon verrukkelijk.